Er heeft hier een brand gewoed in een schuur. Hooibalen hebben in de brand gestaan. En deze zijn moeilijk te blussen. En daarom dat er meerdere brandweervoertuigen zijn ingezet. Er zijn twee mensen op dit moment gecontroleerd door de ambulance. En die zijn op dit moment nog niet mee met de ambulance. Oké, ja, ik begreep ook dat er koeien aanwezig waren op de boerderij, want het gaat om een boerderij. Hoe is het met de koeien? Ja, op dit moment weten we dat nog niet. Wat we wel weten is dat we nu zoveel mogelijk koeien eruit proberen te halen uit de stal. Ongeveer 300 koeien waren aanwezig in de stal. Ja, zijn er ook koeien overleden? Dat weten we op dit moment nog niet. We doen ons best om ze eruit te halen, maar het is, er staan heel veel koeien. Dus het is voor ons ook vrij lastig in te schatten of alle koeien nog in leven zijn. De oorzaak op dit moment is nog onbekend.